Daar ben je, mijn liefste. Kom naar mama. Auw, mijn oren. Hoi, Hardy. Ik ben je grootste fan. Hey, kun je het een beetje rustig houden? Wauw, kijk eens naar al dat geld. Oh, wat een heerlijke geur. Ruikt zoals rijkdom. Hey, wat is er eigenlijk aan de hand? Hallo daar, meiden. Leg nu je wapens neer. Waarom dwing je me niet? Oké. Je mag mijn knuppel hebben. Hey, wat is daarmee aan de hand? Ik kan het niet bewegen. Wow, echt? Ik voel me niet zo goed. Ga weg bij mijn dierbare Hardy. Hardy, wakker worden. Slecht nieuws, Lori. Het lijkt erop dat Hardy in coma ligt. Nee, het kan niet waar zijn. Er moet een manier zijn om dit op te lossen. Ik zal je wakker maken, Hardy. Ik zweer het. Hey, wat gebeurt er? Dat had ik echt niet moeten doen. Maar zo makkelijk geef ik niet op. Kom op, bestie. Wat denk je dat je aan het doen bent? Dit arme meisje moet rusten. Ze heeft geen pols. Deze zijn scherp. Ik ruik bloed. Wow, Hardy werd al wakker. Oh ja, ik ben wakker en ik voel me geweldig. Hoera, wacht op mij. Ik ga die crimineel vinden. Raak niet zo opgewonden, vriend. Een zaak als deze vraagt om onze beste agent. Maak kennis met Tyler Green, de beste rechercheur van het korps. De criminelen van Wow City sidderen bij het horen van zijn naam. Een lok blauw haar. Fascinerend. Moet een meisje zijn. Ongeveer 19 jaar oud. Ongeveer 1,75 meter lang. Er is nog een aanwijzing. Wie zou die pudding nu kunnen zijn? Auw! Er is ook een vreemd bloedspoor. Oh, mijn schuld. Oké, beschrijf de dader. Ze had enorme hoektanden, hè? Zo eng! Is dat haar? Ja, een beetje. Weet je wat? Laat maar voor je tekenen. Alsjeblieft. Bedankt voor je hulp bij het onderzoek. Nu zal ik je eindelijk achtervolgen, Hardy Wynn. Dat was het beste dutje ooit. Het doet zo'n pijn. Ik kan niet geloven hoe fel het zonlicht is. Welkom in mijn nederige verblijfplaats, Hardy. Auw, wat was dat? Wauw, kijk eens naar die hoektanden. Wat zou dat kunnen betekenen? We moeten wat onderzoek doen. Je hebt lange hoektanden en een vreselijke dorst naar bloed. De dorst is onweerstaanbaar. Je bent ook bang voor zonlicht. En dat betekent dat je een vampier bent. Een vampier? Nou, dat verklaart het. Laten we proberen wat meer te leren. Welke krachten hebben vampiers? Wauw, ze kunnen in vleermuizen veranderen. Hardy, wat ben je aan het doen? Hey, rustig aan. Je zou jezelf pijn kunnen doen. Hardy, Hardy! Oh ja, dit is geweldig. Woehoe! Oh nee! Wauw, het werkte echt. Waar zou ze zichzelf kunnen verstoppen? Oef, dit was zo gaaf. Kijk eens naar je haar. Het zit maf. Hardy, we hebben een probleem. Kan je jezelf zien? Ik zie hoe de dingen zijn. Oké, blijf hier en pas op voor de politie. Ja, mevrouw. Deze baan is zo saai. Hey, jij, vriend. Heb je deze persoon gezien? Ik ben bang van niet. Nou, dat is zeker teleurstellend. Laat het me weten als je haar tegenkomt. Prima. Wat is er aan de hand? Wat is dit voor magie? Oh man, ik hou echt van dingen stelen. Hallo daar, my precious. En er is ook niemand in de buurt. Vampieren worden gekwetst door zilver. Dat klinkt niet goed. Maak je geen zorgen, ik zal goed voor je zorgen. Nee!
mijn handen branden. Hardy, wat ben jij aan het doen? Er is hier een overval gaande. Hé, hoe komt het dat jullie met z'n tweeën zijn? Tijd voor mij om aan de slag te gaan. Huh? Oh, ik denk dat ik gewoon dingen zag. Oké, hou hem daar vast. Je bent onder arrest. Hé, je kunt het niet doen. Ik steel niets. Goedemorgen, agent. Heb je dit meisje ooit ergens gezien? Ze is een zeer gezochte crimineel, weet je. Nee, ik ben bang voor niet. Dat is ook een doodlopende weg, hè? Nou, neem contact met me op als je haar ziet. En geniet van de rest van je dienst. Huh? Die badges zien er zeker verdacht uit. Het is waarschijnlijk niets belangrijks. Lori, ik ben hier om je weg te halen. Geef me je hand, bestie. Dit gaat niet werken. Misschien kunnen je vampierklauwen ons helpen. Ik denk dat ik het wel kan proberen. Laten we nu deze tent opblazen. Je bent de beste, Hardy. Maak de bewaker niet wakker. Phew. Het is echt net goed gegaan. Blijf staan, criminelen. Je maakt een fout. Oh, ik begrijp het. Nou, in dat geval moet ik terug naar mijn cel. Wauw, je vampierplaats is zo krachtig. Phew. Dat was verfrissend. Agent Adam? Ja, dat ben ik. Ik kan niet geloven dat ik ze heb laten ontsnappen. Hé, je gaat me hier gewoon achterlaten. Een vampier zijn is best gaaf. Zolang je maar kunt omgaan met de oncontroleerbare bloeddorst. Ach, nou het zal wel. Tijd voor mij om ook een snack te nemen. Wat? Nee, Hardy, hou op. Wat? Nou, kom op. Ga je gang en drink mijn bloed. Je gedraagt je niet als jezelf. Ga nu bij me weg. Ik denk niet dat ik dat zal doen. Oh ja? Neem dat. Hé, ik zit vast. Dat is het voor jou. Geen spelletjes meer, Lori. Wat gebeurt er? Zou dat mijn bovenburen kunnen zijn? Nu, waar ben je naartoe gevlucht? Oh, ben jij dat voor hem? Wacht even, jij bent het. Je komt niet bij me weg. Oké, dat is het. Ik roep de politie. U zit nu in enorme problemen, meneer Ducky. Pieuw, pieuw. Ugh, op dit uur? Echt? Hé, kan je me horen? Oh, dat is onaanvaardbaar. Nu heb ik je. Wat is er mis met jullie? Het diner wordt geserveerd. Ik kom later terug. Heb niet zo naast, vriend. Klop, klop. Wie is daar? Het is gewoon je ergste nachtmerrie. Die arme, arme man. Ach, wat doen we hier eigenlijk? Wauw, kijk maar eens naar al dat spul. Ik wil ze allemaal proberen. Die stervelingen en hun mode. Bad boy. Hardy Ween? Neem dat. Jij neemt dat. Iemand, help. Auw, mijn oor. Hé, wat vinden jullie van deze outfit? Kijk dan eens naar dit bloed. Hé, wat is er net gebeurd? Ik ben gekleed zoals jij. En jij bent gekleed zoals ik. Eeuw, ik wil geen bad girl zijn. Wat zijn jullie twee aan het doen? Ik roep de politie. Deze stad schreeuwt om gerechtigheid. En ik zal het leveren. Wat is er met die vent? Hardy Ween in levende lijven. We ontmoeten elkaar eindelijk face-to-face. Hé, kijk eens naar deze hoodie. Hé, stil. Ik zeg je, agent, je maakt een fout. Vertel dat maar aan de rechter. Maar ik heb daar bewijs. Kijk, ik ben eigenlijk Bad Boy. Hardy probeerde mij erin te luizen. Ik kan het gewoon niet geloven. Laten we naar haar gaan. Wat gaan we nu doen? Ik weet het.
We kunnen die vent voor eens en voor altijd kwijtraken. Vertrouw me gewoon en laat me mijn ding doen. Alle aanwijzingen hebben ons rechtstreeks naar het huis van Hardy geleid. We hebben haar eindelijk opgespoord. Dan laat ik de rest aan jou over. Succes. Oké, laten we geen tijd verspillen. Handen omhoog, Hardy. Oh, Hardy? Welke Hardy? Het is alleen ik en mijn vriend hier. Ja, en we komen allebei te laat op school. Oké, dames. Handen omhoog. Dit is een overval. Oh, je bent zo schattig. Wil je niet mijn puddingje zijn? Ja, wees niet verlegen, maatje. Ha, echt niet. Ja, heb je gezicht wel gezien? Blijf dromen, nerd. Oh. Waar ben ik eigenlijk? Lijkt een beetje op een schoonheidssalon. Oh, ze is zo mooi. Ik wou dat ik op haar kon lijken. En kijk, daar zijn zelfs richtlijnen voor. Dus de eerste stap is het reinigen van je huid. Wat kun je ze daarmee bedoelen? Oh ja. Nu snap ik het. Ik moet van die puisjes af. Je komt nooit van ons af, maatje. Blijf weg. Blijf van me af. Oh, nu heb je het te pakken. Ik activeer de kloonmodus. Je krijgt er spijt van als je met mij rotzooit. Ah! Ha! Het is gelukt. Oh nee, nu zijn er nog meer. Ah, je bent precies wat ik zocht. Laat me nu niet in de steek. Oké, schurken. Jullie zijn er geweest. Daar ben je, schurk. Hey, kunnen we dit niet doen? Tijd om afscheid te nemen. Je kunt je voor mij niet verstoppen. Ik zie je. Ga van het gezicht af van het arme meisje. Hey, waar zit je verstopt? Laat hem alsjeblieft niet zien. Kom tevoorschijn, lafaard. Haha, ik heb je gevonden. Je kunt niet van me wegrennen. Nou, heeft het gewerkt? Het is gelukt. Joepie. Oké, heldere huid, check. Wat staat er nu op onze agenda? Eens kijken. Ugh. Kijk eens naar die vervelende mee-eters. Laten we een klein feestje bouwen. Ik moet ze kwijt. Nee. Dat gaat niet. Dat ook niet. Oh, waar kom jij vandaan? Ik denk dat ik het wel kan gebruiken. Waarschijnlijk. Hulp nodig met je mee-eters? Ik ben aan het werk. Aha, daar zijn ze. Je feestje is voorbereid. Dit kun je niet maken. Iemand, help! Red ons! Oké, eens kijken. Eeuw, goor. Zo is het genoeg. Goodbye. Onze vriendschap is voorbij. Wat is er mis met me? Oh nee, alles behalve dat. Lijkt een beetje op... chocolade? Ik ben mijn lunch helemaal vergeten. Oh nee, mijn tand. Oké, tijd voor wat plezier. Let's go. Deze tanden zijn op. Dit is nu ons terrein. Goed gedaan, zus. Oh, het doet zo'n pijn. Uh-oh, dit kan niet goed zijn. Wat is er eigenlijk aan de hand? Oh, maar jij bent degene die ik nodig heb. Het is de mondhygiëne-inspectie. Ik heb hier papieren voor je arrestatie. Laten we hier weggaan. Dat is veel beter. Laten we deze plek nu opruimen. Oké, helemaal klaar. Oh, dit is ongelooflijk. Maar mijn tong kan nog wel beter. Nou, laten we kijken wat we daaraan kunnen doen. Zie je wat ik zie, vriend? Ja, absoluut mogelijk. Nou, tijd om schoon te maken. Laten we dit doen. Joe, het is gelukt. En nu, tijd voor het spannendste gedeelte. Laten we een wedstrijdje houden. Kom op, sneller, sneller. Goed gedaan, maatje. High five. Oh, deze piercing staat me geweldig. Nou, eens kijken wat er nu komt.
Huh? Een snor? Hmm. Wat bedoel je daarmee? Oh, juist! Oh, laten we gaan! Wow, dit ding is zo cool! Maar jij bent degene die ik nodig heb. Jij helpt me met mijn makeover, toch? Oké, laten we dit doen. Hallo? Ik wil mijn haar laten stylen. En het modieus maken. Natuurlijk! Dit is een beetje te out there. Dit gaat niet. Laten we doorgaan. Wow, jij bent echt kieskeurig. Maar ik denk dat ik nu weet wat ik moet doen. Vertrouw me, maatje. Achoo! Eigenlijk vind ik het wel leuk. Het is precies wat ik wilde. Dat is geweldig. Dat is het. Mijn snor is weg. Achoo! Oh man, mijn fout. Wacht even. Ik ruim het open. Achoo! Eeuw. Ik zweer dat het niet mijn bedoeling is om... Eeuw. Zulke dingen kun je niet zomaar doen. Sorry, maar... Ik laat je nu gaan. Hoe kon je dit doen? Oké, ik kan dit. Zo moeilijk kan het toch niet zijn? Dus er moet wat schoongemaakt worden, hè? Nou, ik ga aan de slag. Je bent de verkeerde man gerotzooid. Tijd om mijn schaar te ontmoeten. Hoe vind je dat? Oh, maak je geen zorgen. Ik zal ook voor jou zorgen. Oef! Had ik niet moeten doen. Je hebt me goed geholpen, maatje. Ga je gang en rust wat uit. Laten we nu dit laatste detail toevoegen. Deze makeover gaat tot nu toe geweldig. Kom terug. Oh, kijk eens naar al dat haar. Dit gaat helemaal niet. Het is weer tijd voor Hardy om op te treden. En jij gaat me daarbij helpen, toch? Hier is veel schuim voor nodig. Laten we aan de slag gaan. Denk hier niet eens aan. Deze benen zijn onze grond. Oh, echt? Ik ga jullie op de een of andere manier lossnijden. Dat willen we wel eens zien proberen. Pak aan. Je zit nu in de val. Geef op. Waar is hij? Oké, tijd voor ronde 2. Je zit er nu middenin. Oh, oeps. Oh, dat doet pijn. Ik heb een pleister nodig. Oh man, dit ziet er niet goed uit. Dit gaat wat werk kosten. Maar ik ga de uitdaging aan. Oké, heet spul, ik ben klaar hier. Hé, de kust is veilig. Ja. Laten we je een tatoeage of 2 geven. Dit is pas echte kunst. Oh, ik heb niks gedaan. Blijf staan. De procedure was een succes. Mijn benen zijn zo glad en mooi nu. En nu is het tijd voor make-up. Mooi. Is het voor mij? Nice, bedankt. Nou, laten we beginnen met huidskleur. Zo moeilijk kan het toch niet zijn? Oké, applaus voor de kampioen, iedereen. Bereid je voor om versteld te staan. Ik ben gefocust, ik ben in mijn element. Oh, en nog één ding. De kampioen moet zich opladen met een foundation smoothie. 3, 2, 1 en gaan. Woehoe! Hey, het heeft echt geholpen. Ik zie er nu uit als een echte supermodel. De volgende stap is Hardy's klassieke oogschaduw. Aan de slag. Kom op, maatje. Zweef als een vlinder. Steek als een bij. Harder, harder. Wees nu geen watje. Je deed het geweldig, topper. We hebben Hardy echt geholpen. Ik denk dat ik hier echt talent voor heb. Oh, ik ben je niet vergeten, maatje. Mijn schat. Hoe kan ik u van dienst zijn, mijn schone dame? Alles wat ik nodig heb is een klein kusje. Ah, nog niet, Hardy. Focus. Rood gaat nooit te mode. Puddingje, je bent net zo goed als van mij. Ja, gebeurt niet, Hardy. Oh, je bent zo schattig. Hey, dat is leuk. Maar je haar. Eeuw. Je hebt gelijk, liefje. Ik zal mezelf voor je omkleden. Oh, dit is een ramp. Mijn haar zit vreselijk. Oh, doet pijn. Iemand, help. Ik stuur vast.
Eens kijken wat je van dit vindt. Een beetje van dit spul lost al mijn problemen op. Zo te zien zit je hier helemaal in de knoop. Wees voorzichtig. Bedankt voor de hulp, schatje. Kies ik rood of blauw? Ja. Eigenlijk ga ik voor allebei. Aha. Oké, het is tijd om los te gaan. Oh, hier heb ik op gewacht. Rood en blauw gaan goed samen. Phew, het is ons gelukt. Ah, daar ben je. Oh, laten we nog een beetje extra doen. Nou, hoe zie ik eruit? Niet zeggen. Fabelachtig slecht, toch? Maar elke schurk heeft een stijlvol kostuum nodig. Laten we daarvoor zorgen. Wat moet ik nu kiezen? Oh, dit is onverwacht. Maar ik mag geen tijd meer verliezen. Ja. Laten we de was doen. Oké, dit moet lukken. Oh, is het al klaar? Dat was snel. Mooi. What? Waar zijn nu mijn spullen? Ugh, kom op. Niet zo snel. Oh, daar is mijn outfit. Perfect. Oh, en daar zijn de accessoires ook. Laten we opschieten en ze omdoen. Ik hou van deze nieuwe look. Met visnetten kan het ook niet misgaan. Je ziet er geweldig uit daar bij deze bestie. Kijk uit, maatje. Waag het niet. Nou, puddingje. Hier kom ik. Maar ik moet stil zijn. Laten we er een verrassing van maken. Hallo, puddingje. Hoe gaat het vandaag? Oh, hoe zou je het vinden om een hulpje te hebben om je te helpen? Je zou dat aanbod moeten aannemen, maatje. Ze accepteert geen nee. Natuurlijk, hier. Hier krijg je geen spijt van. We zullen de gemeenste schurken ooit zijn. Dracula beroven in zijn eigen huis? Dit wordt de misdaad van de eeuw. Dit gaat een grote trek worden. Niet storen, hè? Laat me niet lachen. Wauw, kijk eens naar al dat spul. Oh, kijk ook eens naar die vent. Dat is raar. Oh jee, kom naar mama, mijn liefste. Wie durft mijn slaap te verstoren? Wow, rustig aan, vriend. Pranker, doe iets. Neem dat. Waarom? Dit is schandalig. Kom op, Hardy. Laat hem niet zien. Au, wacht op mij. Ga hier weg. Oh man, we zijn amper weggekomen. Hé, hoe komt het dat mijn arm zo'n pijn doet? Alles behalve dat. De vampier heeft me gebeten. Oh, Pranker, ik voel me niet zo lekker. Ik kan mijn ogen niet geloven. Hardy. Het is zo raar. Ah, ik word een vampier. Holy moly, dit is angstaanjagend. Wat moet ik nu doen? Ah, heet, heet, heet. Het licht, het brandt. Doe de gordijnen dicht. Natuurlijk, Pumpkin. Dit is zo nieuw voor mij. Huh? Wauw, die zijn scherp. Geen paniek, schat. Ik weet precies wat ik moet doen. Weet je zeker dat het zal werken? Nu je het zegt, dit kan ons de hele dag kosten. Laten we de tang gebruiken. Ik vind dit niet leuk. Kom op, nog een beetje meer. Nou, werkt het? Ugh, nee. Zo makkelijk geef ik niet op. Help! Auw, ik denk dat ik hier mijn eigen tand heb gebroken. Neem dat, schurk. Nee! Spaar me, ik smeek je. Hardy, red me alsjeblieft. Oh, dat was zeker een lang dutje. Hé, jij, vliegende rat. Blijf staan. Hou je me voor de gek? Oh, ik heb een idee. Hé, hey, bad boy. Hardy? Bekijk deze goocheltruc. Dit kan niet. Nu heb ik je in het vizier. Ik wou dat ik in een echte vleermuis kon veranderen. Wat gaan we nu doen? Geen idee. Hoewel... Ja. Dit wordt steeds vreemder. Daar ga je. Nu kan jij ook vliegen. Wauw, dit is geweldig. Ah. Waarom heeft niemand me gewaarschuwd voor de nadelen? Ha, doe je goed, vleermuishoofd. De beste vampierjager van Troom City heeft altijd dienst. Doel gespot. Voorbereiding om deel te nemen. Hé,
Zoek je problemen, vriend. Laten we eens kijken hoe leuk je dat vindt. Oh, hier ga je voor poeten, jij clown. Bereid je voor om kruisboogschicht te heten. Nou, bereid je voor om de macht van mijn antivampierwapens onder ogen te zien. Auw, mijn voet. Ik kan niet geloven hoeveel pijn het doet. Bestaat hij echt? Denk je dat dit grappig is, hè? Hier, proef zo'n knoflook. Weet je, ik heb bijna medelijden met hem. Hé, waag het niet om gewoon weg te lopen. Pranker, dit is een ramp. Oh, als je jezelf nu kon zien. Ach, kom gewoon met me mee, jij. Hier, kijk. Echt niet? Maar hoe zit het met meer geavanceerde methoden? Ik kan dit niet geloven. Helemaal niet. Misschien is het de fout van de camera. Ik heb een geweldig idee. Laten we gaan. Jij blijft gewoon hier. Ik doe al het werk vandaag. Wat is dat in vredesnaam? Oeps, mijn fout, mevrouw. Ik ben zeker onhandig. Ik snap het niet. Het is een geest. Ik wist het. Ze zijn echt. Wow, wat een coole speer. Oh, hier is de kluis. Kom op, jij. Ik bel de politie. Ik zal je helpen, Hardy. Hier gaan we. Oh, het is de politie. Tijd om vrij te komen. Je hebt het recht om te zwijgen. Oké, ik ga mijn mes even slijpen. Oh, oeh, dat steekt. Ik ruik eten, eindelijk. Kom hier, mijn kleine bloedzuiger. Waar ga je heen? Hey, Pumpkin. Waarom doe je niet wat zachter? Daar ben je. Hey, je kunt niet voor me vluchten. Gelukkig heb ik een kussen. Pebbes. Au, hey, stop ermee. Sorry, Pumpkin, maar ik kan het echt niet. Volgende keer beter mikken. Hier kom ik. Ik was het bijna vergeten. Dat ik samen woon met een bloedzuiger. Oh, dit ziet er behoorlijk slecht uit. Oh, dit dingen die we doen voor de liefde. Hardy, ik heb iets voor je. Hé, hey, waar ben je? Mijn vampier wordt gevoed en mijn vinger zit er nog aan. Er is niets leukers dan een romantische date met de liefde van je leven. Waar ben je, Pranker? Oh, oef. Dat doet pijn. Volg gewoon mijn stem. Nou, wat denk je dat ik aan het doen ben? Ah! Oeps, nou dat is een beetje onhandig. Ah, daar ben je, Pudding. Ik heb je eindelijk gevonden. De bad boy kussen van alle mensen? Dat is een stap te ver. Sorry, ik meen het niet. Zin in oesters? Eeuw, nee bedankt. Maar die vind je geweldig. Nou ja, we kunnen tenminste genieten van mijn kenmerkende cocktail, toch? Nou, ik kan het proberen. Het is zo goor. Eeuw. Wat is er mis met dat meisje? Heeft iemand een pizza besteld? Oh, dat is beter. Het diner wordt geserveerd, mijn liefste. Wow, wow, wow. Rustig aan. Nou, eet smakelijk voor jou en mij allebei. Hardy, kijk eens wat ik in de tuin vond. Koochie koe. Oh, wil je een snack? Ja, hè? What? Wat is dat? Dat is ons nieuwe huisdier. Ons huisdier naar natte hond. Oh, kom op, mopperkont. Ga door en leer elkaar kennen. Ik mag je niet. En kijk me niet zo aan. Oh nee, vanavond is het volle maan. Ik wist het. Je bent een weerwolf. Ah, stop dit. Je maakt me bang. Binnenkort zul je veel meer zijn dan alleen maar bang. Iedereen weet dat vampiers en weerwolven dodelijke vijanden zijn. Ik denk dat ik haar kwijt ben. Help me, meester. Wat? Wow, wat gebeurt er hier? Kleine hobo, wat heb je met hem gedaan? Je mag je huisdier niet zo slecht behandelen. Hé, hey, wat is er met die geur? Oh, dat was niet mijn bedoeling. Nou, Pumpkin, ik denk dat het tijd wordt voor je avondeten. Helaas, zelfs een superschurk is niet immuun voor het verstrijken van de tijd. Hé,
Hey, gefeliciteerd met je verjaardag, Pranker. Doe een wens. Oh, ik ben niet meer wat ik vroeger was. Laten we dit nog eens proberen. Kom op, je kunt dit, Pranker. Net als in de goede oude tijd. Ik ben deze kaarsen beu. Oh, wauw, Pranker. Oh nee, pudding. Ugh, ik heb geen idee hoe ik op deze manier ben geëindigd. Het doet me zoveel pijn om je te zien wegkwijnen. Maar, hey, wat als ik... tot de dood ons scheidt en verder. Oh ja, het werkte. Je bent weer jong en kwiek. Kom op, laten we gaan in de wereld veroveren. Een ogenblikje. Het lijkt op dat oude gewoonte hard afsterven. Meen je dit? Juist, kom op. Dat is beter. Laten we gaan.